Ik heb mee verbouwd, ik heb muren eruit gehaald. Maar nu denk ik toch wel, nu wil ik weer gewoon beginnen. Gewoon beginnen. De bar wordt geplaatst en binnen in het vernieuwde De Grens in Reuver wordt er hard gewerkt, zodat de zaak dit weekend open kan. De nieuwe gezichten van de horecazaak, letterlijk op de grens met Duitsland, hebben er zin in. Sander en Ilse zijn broer en zus en krijgen de dagelijkse leiding. Ik ben hier op jonge leeftijd, 15-jarige leeftijd, ben ik hier begonnen in de horeca. En dit was mijn eerste bijbaantje. Heb ik 5 jaar gewerkt. Daardoor ben ik ook horeca gaan studeren. Heb ik in Venlo opleiding gedaan. Stages gelopen in, overal. Vervolgens in Maastricht gaan werken, fulltime. En toen kwam de kans weer om lekker terug te komen hier. Ja. Lekker vertrouwd. Maar wel met een nieuwe twist, dus daar hou ik wel van. Sander gaat dus samenwerken met zijn 3 jaar jongere zus, waarvoor de grens niet onbekend is. Ilse werkte er al 9 jaar. Hij zei tegen mij, ik ga iets doen, maar ik weet ook niet wat. Ik zeg, als het maar niet de grens is, met een lacherig gezicht. En toen bleek het dat wel te zijn. En toen, maar dat vonden ze juist leuk, de voordenkers, om broer en zus hierin te zetten. En eigenlijk mensen die wat, ze willen hier juist jonge handjes inzetten die wat hier echt het werk kunnen gaan doen, zeg maar. Dat was ook hun wens. Zo van, we willen er zelf niet te veel zijn, maar we gunnen dat een jongere generatie die wat graag een horecazaak wil opzetten, maar het zelf nog niet kan, die geven wij de kans. Die voordenkers zijn Rudy Gormans, hier met Kwast van de Heren van Meijl, Frank van Meegen van de Zoes, het Helden, en John Teerwe en Millie Martens van Innova. Frank en Rudy hebben natuurlijk dan Frank de Zoes, Rudy de Heren. En dan samen de vermakerij, maar van overal ook van de vermakerij krijg ik ook allemaal tips mee hoe het gaat. En ja, Rudy en Frank die hebben gewoon al heel veel opgezet. Dus die weten er gewoon zoveel van. Dat is alleen maar fijn. Hun expertise kan mij aan ons heel veel helpen in de goede weg te gaan hier. Ik kwam van NH af toen ze me benaderd hebben. En daar ben ik toen in mei gestopt, dus ik moest nog een baan hebben tijdelijk. En toen ben ik, dus ik heb van, goed zeggen, van september tot en met februari nog bij de Zoes in Helden gewerkt. Om nog wat ervaring op te doen. Frank die me nog een beetje mee kan sturen. Dat was al heel fijn. Daar heb ik toch wel wat dingetjes van geleerd. En nu is het ideaal dat ik altijd iets achter de hand heb waar ik naartoe kan gaan. Al mocht ik er zelf niet uitkomen. Dat is toch wel heel ideaal. En de heren helpen er heel goed bij. Met het voorjaar op komst, allerlei activiteiten en nieuwe ideeën staan de ondernemers te popelen om te beginnen. En dat voelen ze ook, want de zenuwen beginnen te komen. Spannend. Vroeger was het altijd wel goed en niet goed. Gelukkig, we zijn nu wel wat volwassener geworden, dus we kunnen beter met elkaar omgaan. Want we hebben ook nog een broertje die ook vroeger in de horeca zat. Ik zeg, we zeiden allebei, als we het met hem moeten gaan doen, is dat gaat niet goed. Maar Ilse en ik kunnen het wel goed van elkaar hebben. We kunnen kwaad zijn op elkaar, maar we kunnen het ook accepteren van elkaar. Dat is toch wel belangrijk. Zeker hier. We blijven gewoon een dagzaak. Het is hier voornamelijk in de zomer is het hier altijd topdrukte. Onze bedoeling is om dat ook in de winter te gaan realiseren. Met feesten of evenementen. Dat is allemaal nog. Die plannen liggen daar, maar dat is nog allemaal even kijken wat het gaat worden. Hey, nieuwe gerechten, nieuwe interieur. Alles net iets anders. Niet het standaard boscafé, maar het luxe boscafé. De keuken zit er inmiddels in en alles lijkt op zijn plek te vallen. Toch moet er nog wel wat gebeuren voordat de deuren echt open kunnen gaan. Flink verbouwd de afgelopen 3 maanden. Als het goed gaat, we gaan zaterdag sowieso open, hoe dan ook.